De Healthy Aging Campus krijgt definitief toestemming om zich te vestigen aan de noordzijde van het UMCG. De campus is een centrum waar gezond ouder worden centraal staat. Onder andere de ACLO vestigt zich in de campus. Ik denk dat dat voor ACLO echt een ontzettend mooie uitkomst is en een ontzettend mooie mogelijkheid ook om de studentensport in Groningen weer breder uit te dragen. En daarnaast ja, alle initiatieven wat betreft healthy aging die aan ons gekoppeld kunnen worden. Ik denk dat dat ontzettend mooie mogelijkheden biedt om de sportende student weer wat extra's te bieden. Dus eerste reactie, ja, ontzettend blij en positief. De ACLO is al druk aan het brainstormen over de invulling van de nieuwe locatie. Er gaat in ieder geval iets van sport komen. Dus ja, sportzalen, fitness, het ligt allemaal nog open. Het is allemaal nog voor invulling. Het kan allemaal nog ingevuld worden. En daar gaan we de komende maanden gewoon met elkaar over om tafel. Wat nou wenselijk is en wat een mooie aanvulling is voor die Healthy Aging Campus. De locaties van de ACLO op de Zernike Campus en in het KPN-gebouw op het hoofdstation blijven bestaan. De extra locatie op de campus moet voor de ietwat luie studenten in de binnenstad een duwtje in de rug zijn. Je zit hier op het Zernike toch voor sommige studenten wat verder weg. En dit biedt voor studenten die misschien aan de andere kant van de stad wonen een mogelijkheid. Of misschien verlaagt het de grenzen om te gaan sporten. Dat biedt natuurlijk allerlei positieve mogelijkheden. En misschien ook wel leidt het tot studenten die uiteindelijk eerder gaan sporten omdat het dichterbij is. Maar niet alleen de ACLO. Ook het Universitair Studentencultuurcentrum USWA verhuist naar de campus. We zijn al een paar jaar bezig om dit proces op gang te krijgen. En nu is de kogel echt door de kerk. En we hebben hier een heel mooi gebouw, hè. Dat heb ik al een beetje laten zien aan jullie. Alleen we kunnen niet alles doen wat we willen. We hebben heel veel ambities en op een nieuwe plek kunnen we nog meer doen. Maar wat heeft cultuur met gezond ouder worden te maken? Alles waardoor je jezelf beter in je vel komt te zitten heeft te maken met healthy, hè, met gezond ouder worden en gezond bezig zijn. Dus ook cursussen doen, ontspanning hoort daar ook bij, vinden wij. En als we onze fantasie nu eventjes gebruiken, hoe gaat het er ongeveer uitzien daar? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet zo goed. We weten ook nog niet helemaal de precieze plek. We gaan in januari aan de slag met, nou dat heet dan schetsontwerp, in gebouwentaal. Dat is voor mij ook een nieuwe fase. Dus ik hoop dat we tegen de zomer een plan hebben van hoe het eruit komt te zien en wat het precies wordt. Ik hoop op een beeldbepalend gebouw. Dat zou mooi zijn, denk ik, voor USWA. De ontwerpfase van de Healthy Aging Campus start begin volgend jaar.